In de vorige aflevering. Jongen, kijk eens wat we hebben. We hadden het al gedacht, hè. Daar gaat onze bus. Hij is kapot. We gaan dus nou even zwemmen. Real love. Yo mensen, goedemorgen en wij gaan vandaag naar een marktje, hier een stukje verderop. En ik ben er nog nooit geweest daar zo, dus we gaan het allemaal wel zien. En we gaan nou eerst even lopen naar het eten, want ik heb eigenlijk wel weer honger gekregen, dus let's go! Step on the land, I've got your hand. Nou, we zijn bij het eten en we hebben lekker dit gepakt. Dit is ei en een van de reepje, geen idee wat dat is. Volgens mij is dat Turks brood, dit ook. En een broodje en een soort van ander broodje met een gat erin. Dus gaan we eten. Oh, Porsche uit Roemenië, joh. What the fuck, man. Dat is ook, die heeft ook ver gereden. Oké, dit is gewoon onze straat, daar zo is ons ding. Lopen we zo. En daar is de markt al, hey. Oké, we zijn bij de markt, het is hier zo. Het is zo dichtbij dat dit gewoon onze glijbanen nog zijn, hè? Van Village. Dit zijn onze glijbanen. En ja, hier begint gewoon de markt. Het is gewoon achter Village gewoon. Dus dat is helemaal chill. Nou, we lopen over de markt. Er is zo'n gastnet. Die deed na mijn RKC-shirt deed hij helemaal duimpje opsteken. Of dat hij het kent. Nou, daar komen we vandaan, daar zo. Helemaal daar is Village. En nou zijn we hier op een kruispuntje. En daar zo is al helemaal Ocean, tussen Ocean en Aqua. Dus dat is al fucking ver. En dan kijk ik hierheen. No, dat gaat ook helemaal door, hè. Nou mensen, we zijn weer terug. Oh, ik liet net mijn GoPro flikker op de stenen, jongen. Ik kreeg echt een hartverzakking. En ja, maar hij is niet kapot, dus gelukkig maar. En we gaan nou lekker zwemmen. En deze keer neem ik gewoon lekker de camera mee. En let's go, zou ik zeggen. We gaan eerst even eten en dan zwemmen. Pizza. Hey, nou even een stoel te zoeken, maat. Hier. Nou, we gaan hier zitten. Hey, we gaan naar Ocean. We gaan kijken of we binnen kunnen komen en gaan glijden. Haha. En we zijn op Ocean. Ja, ja. We gaan eerst naar het binnenzwembad. Hey, wie duikt hem op? Ja, ga hem maar. Dan gaan we helemaal omhoog. Daar gaat hij. We gaan in de lift en we gaan helemaal omhoog en dan gaan wij lekker kijken wat het uitzicht is. Proost. We komen daar uit de lift en
En we wouden hier eigenlijk zo'n lange gang in lopen, want dat was bij de marine en zo ook en bij Aqua, maar dit is helemaal niet lang. Maar kijk, weet u nog die vlogs dat ze dit aan het bouwen waren toen? Alleen toen kreeg ik hier, bij dat is Aqua. Ja, en hier langs zit marine. Nou zitten we in dat nieuwe, dat vind ik echt vet. Hiep hiep, hoera, hiep hiep, hoera. 50 jaar oud. Oké, okay, we gaan het hoekje om. Okay, nou zijn we op scooters in. Jawel, daar zo. Is het. Daar zo is het middenstuk. Ja, kijk, hier zo hebben we dan middenstuk. Niet vasthouden dat ding. Oh. Something's gonna bring the change. Journey's we are meant to take. We hebben hier allemaal zwarte bandjes en ik heb een blauwe. Dus dat is helemaal kut. Maar we gaan het proberen. We zien wel hoe ver we komen. Nou mensen, we zijn er weer klaar mee. We zijn alweer bijna boven. Dus we gaan weer lekker douchen en chappen. En dan kijk ik wel weer wat we vanavond gaan doen. Yo mensen, daar zijn we weer. En we hebben weer gedoucht hè. Dus wij gaan naar het eten toe. Naar het restaurant. Geen idee wat ze vandaag voor eten hebben. Maar we gaan het weer lekker zien. Dus ik zou zeggen, let's go! Nou jongens, we zijn weer aan het eten. En kijk eens wat we hebben. We hebben friet met een brood, soort van. Turks brood of zo. Een soort van, ja, wat is het? Een mini oliebol of zo. En vleus, mooi! Nou, ik heb iets uitgevonden en Timo gaat demonstreren. Kijk, gevaarlijk wel. Niet doen. Wordt gedaan door professionals. Ja, die is gek. Ja, dat is. We lopen op Island. Langs het... de muziektoren, weet je het wel. Mini disco, dat stadion. Die theaterzaal, zeg maar. Maar we gaan een beetje nightfoto's van de glijbanen maken. Dus die heb je waarschijnlijk al wel gezien als... voorgrondje als... hoe heet dat nou? Ja, gewoon een afbeelding van het filmpje. Alweer! We gaan weer terug naar het village. Ja. We waren net bij zo'n show aan het kijken in het theater. Alleen, er was... er waren drie mannen en drie vrouwen. We hebben midden zo'n tafel met zo'n eentje. Daar moest je dan in knijpen. Dat was wel een soort van knop of zo. En... toen was er plaatjes raden van bekende mensen uit de wereld, zeg maar. En dan een beetje een misvormd hoofd. Zo'n cartoon, ja. Zoiets. En dan moest je dan raden of zo. Hoi jongens, vuurwerk. Misschien zien we het nog. Sowieso net te laat. Ja, kut. Te laat. Jongens, tv-room. Daar zijn we nog niet in geweest deze vakantie. We gaan kijken of dat die open is. Al het eerste en tweede jaar zetten we er altijd in. Oh, helaas. Op slot. Dan trap je niks. Helemaal voor niks naar boven lopen. Op slot. Maar serieus dicht. Dit is wel een verdomme toch. Nou mensen, en toen was weer een dagje voorbij. Wij zaten heel de avond met een paar Engelse kinderen ook. En we waren allemaal Nederlandse woordjes aan het leren en zo. Rot op. En, allemaal van dat soort dingen, van die simpele dingetjes, jongen. Ja, die vinden dat helemaal grappig en zo, want
Ja, die gast die was allemaal aan het vertellen, ja, ik krijg helemaal geen één taal, alleen Engels krijg ik op school. Dus ja, dat is gewoon grappig als je nou allemaal van die woordjes uit Nederland kent. Maar ja, dat is weer het einde van de video weer, hè, dit. Volgende week is gewoon weer een nieuwe aflevering 3. Mooi. En ja, ik zou zeggen, doe even een like, abonneer. En ik check jullie gewoon later. Wat er volgende week gebeurt. Nou jongens, we hebben een band. Ja, ja. En we gaan dus lekker helemaal omhoog.